Soms zoeken ze ook bewust chatsites uit waar kwetsbare meisjes veelal komen. En dan gaan ze hun vertrouwen winnen. En ze doen zich jonger voor, ze doen zich vriendelijk voor. Ze proberen eerst een vertrouwensband op te bouwen. En naarmate het contact vordert gaan ze voorstellen doen. En soms worden meisjes verliefd en gaan mee in de voorstellen. En de man zal dan vragen of ze zich onzedelijk willen betasten. En daar maakt hij foto's en filmpjes van. En zo zijn meisjes ook weer chantabel. Nou, je ziet dat als meisjes zichzelf onzedelijk betasten en dus zichzelf blootgeven voor de webcam, dus zichzelf laten zien en ook dingen met zichzelf doen, heeft degene aan de andere kant de mogelijkheid om daar foto's of videoopnames van te maken. En als zo'n meisje zich één keer heeft blootgegeven, kan de pleger heel makkelijk zeggen van nou, ik wil dat je het nog een keer doet, want anders laat ik de beelden aan je ouders zien. Helemaal dingen tegengaan is natuurlijk moeilijk, maar als je open en eerlijk met je kinderen en met jonge kinderen al gaat praten over de gevaren van internet, denk ik dat je wel kinderen weerbaar kan maken en ze kan laten inzien welke gevaren er schuilen achter internet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jongeren sowieso voorlichting krijgen op school over internetgevaren, waaronder grooming. Er zijn natuurlijk nog meer internetgevaren, maar dit is wel een hele belangrijke.